Herenstraat Helemaal wordt u aangeboden door Palazzo, de beste ondernemer van Groningen. Zwanenstraat 15, 17 en 19 in Groningen. Herenstraat Helemaal, die loop ik vandaag met Peter den Oudsten. Hij is burgemeester van de enige echte Big City. Big City, you're so pretty. Ik heb echt overal al geweest. Nergens vouwde ik me toe. Heb je dat gevoel trouwens ook, als burgemeester van deze schitterende stad, dat je het gevoel hebt, ik ben nu eindelijk burgemeester van de Big City? Nou, eindelijk. Ik vind wel dat ik burgemeester ben van de grote stad. Ja. Dat merk je hier wel, ja. Dat heb ik al gezegd, hè? Ja. Het verschil tussen Enschede en Groningen is wel duidelijk. Ja, vind ik wel. Wat is het grootste verschil? Het grootste verschil is dat de universiteit hier helemaal tot in de vezels van de samenleving zit. 50.000 studenten die hier iedere dag in de binnenstad tegenkomt, dat maakt die stad anders dan Enschede. En er is dus nog een heel groot verschil. Groningen is natuurlijk een machtig bolwerk geweest over de eeuwen. En Enschede was een anderhalve eeuw geleden 5.000 inwoners groot. Ja. Dus dat is ook een verschil. Maar is het ook anders om burgemeester van deze stad te zijn dan van Enschede? Staat u er anders in? Moet er meer gebeuren? Nou, ik vind eigenlijk overal waar ik ben moet wel veel gebeuren. Dus hier ook. Maar het is, ik vind wel dat de stad enorm belangrijk is voor het noorden. En dus je hebt ook een verantwoordelijkheid te dragen, niet alleen voor de stad zelf. Maar de economie van de stad draagt het hele noorden. En natuurlijk samen met andere steden en met andere plekken en provincies. Maar Groningen is al heel erg groot voor het noorden. Ja, mooi gezegd, Henk, hè? Hé, dat zijn mooie woorden van de burgemeester die nog slechts 5 maanden hier de scepter zwaait. Nee, dat vind ik wel. Ik vind het wel. Ik vind dat wel. Dat zijn echt schitterende woorden. En weet je wat daar ook uit voortkomt uit zulke woorden? Dat is een vorm van trots. Weet je? En het is ook zoiets van, ik mag het doen. Trots en ik mag het doen. Die combinatie. Ja, je krijgt er nog elke maand een beetje geld voor ook. Ja, ja, je wordt er nog voor betaald ook, hè? Ja. Voor dit vak. Ja. Nou ja, weet je, ik vind het sowieso heel mooi om voor een samenleving te werken. En ik ben een man van het noorden. Ik hou van de vergezichten en van de mentaliteit hier. Ja. En dus wat dat betreft vind ik het geweldig om hier om dit te mogen doen. Dus in die zin is het een voorrecht. Het woord trots, dat krijg ik niet zo snel uit de strot. Ik ben wel trots op... Hallo dames! Hé, hey, leuk man. Dat is mijn dochter die een is. Mooi. Is dat zo? Ja, ja, ja. Ja, nou, gaan we ook nog even zwaaien. Ja, nee, dat is waar. Ja, mooi man. Ja, ik ben wel trots op mensen die mooie prestaties leveren. Ja. FC Groningen met de beker. Ja, dat zijn toch wel mooie dingen, hè? Ik bedoel, u heeft vanaf het begin dat u aantrad hier in Groningen, zijn er wel dingen gebeurd. Ook minder leuke dingen nog. Ik zie nog op de markt staan, hè, van wat er toen in Parijs is gebeurd. Ja. Maar ook dan weer zo'n huldiging van de FC. Ja, nou, dat is toch geweldig. U was trouwens geroutineerd erin, want u had volgens mij ook meegemaakt met Twente, hè? Ja, maar ja ook. Dus je weet een beetje wat je moet doen om zo'n manifestatie goed te laten lopen. Maar je hebt één groot voordeel natuurlijk. Iedereen is vrolijk en heeft goed humeur. En dan gebeurde hier ook helemaal niks. Hè. Nee, dus, maar u had ook geen enkele, dat vind ik ook wel mooi. U had ook geen enkele moeite om daar toe te staan, hè, dat scherm op de grote markt. Nee, tuurlijk niet. U heeft er niet eens over nagedacht? Nee, ik heb wel even nagedacht. Maar waarom zou een scherm nou op zichzelf een risico veroorzaken? Ja. Dat is alleen maar mooi. En ik ben hier dus ook gebleven. Hè? Want als er ergens een keer... U bent niet naar Rotterdam gegaan. Nee, u heeft gezegd van, ik blijf in Groningen. Want voor mij is nog steeds, wat ik ook doe, de veiligheid het belangrijkste. Ja, en als ik dan ergens verschil kan maken, dan is het hier. Ja. Dus dan moet ik hier zijn en niet in Rotterdam. Bovendien, als er hier wat gebeurt en ik zit in Rotterdam, dan voel ik me toch ook niet fijn. Nee. U was trouwens op tijd weg, hè, wat betreft FC Twente. Hè? Ja, als je die teleurgang ziet van Munsterman CS, en dan kom je hier weer in een gespreid bedje. Dus het is eigenlijk wel, het is wel de juiste tijd en ook de juiste keuze geweest. Nou, kijk, dat van Twente, dat wens je natuurlijk niemand toe. Maar iedereen weet, die echt langdurig fan is van de voetbalclub,
dat er altijd perioden zijn waarin het heel slecht gaat. En waarin er ook dingen gebeuren die beter kunnen. Bij Twente is het wel heel erg. Dus dat is helemaal waar. En ik vind het diep triest voor wat daar gebeurt. Waarom denkt u, wat was vooral de reden dat de mensen in het Enschede het helemaal niet leuk vonden dat u wegging? Nou niet te bescheiden. U was een goede burgemeester, vonden zij. Ja, dat is me altijd mooi. Dat vind ik altijd geweldig. Ja. Mensen dat zeggen natuurlijk. Maar wat ik denk dat het is, dus dat ik gewoon geen afstand heb tussen de mensen in de stad. Nee, hè? En dat heb ik nou ook niet. Gaat u ook wel eens tussen de middag aan de wandel, hè? Om met het volk te praten? Met het volk te praten? Ja. Ik wil heel veel met mensen praten. Ja. Ik vind dat hartstikke leuk en interessant. Ik ga af en toe de wijken in en probeer dat ook steeds meer te doen. Dus mensen moeten ook een beetje gevoel hebben bij de burgemeester. Wat is nou de zwakke kant van Peter den Uylsen? Ik heb u horen speechen onder meer bij FC Groningen. Ik heb u horen speechen bij Parijs. Ik denk dat is niet zijn sterkste punt. Nou, ik heb, het zijn twee verschillende zaken. Ja. Bij Parijs was de tweede dag van mijn aantreden. Ja. Dat moet je natuurlijk niet vergeten. Tweede dag en toen al op de markt. Nou ja, en het mooie was daar trouwens dat al die burgemeesters daar met hun ambtketen stonden. Ja. Dat was toch een indrukwekkend gezicht. Ja. Dus dat kan dus ook. Wat was dat aan emoties? Of ook nerveusiteit? Ik was niet zozeer nerveus, maar het... Weet je, je probeert goed neer te zetten wat je bedoelt. Ja. Je probeert het niet alleen van papier te lezen. En het hoeft dus ook niet glad te gebeuren. Nee. En dat gebeurde daar op zichzelf prima, vond ik. Maar ook niet glad. En datzelfde, dat was ook op het podium bij FC Groningen. Kijk, als je in het stadpark op dat podium staat, samen met de commissaris. Je kijkt dan zo naar die meute en dan denk je van ze zitten op alles te wachten, behalve op mij natuurlijk. Precies, want je moet daar dan staan. Van den Berg heeft helemaal niks gezegd, die stond er maar wat naast te zwaaien. Ja. En dan denk je van waarom ga je er eigenlijk staan? Nou, omdat je wilt eigenlijk toch als stad felicitaties voor de club doen. En Van den Berg die vond het leuk om dat samen met mij te doen. En ze kregen natuurlijk de erepenning van de stad, dus dat moet ook ergens duidelijk worden. En het feit dat wij daar stonden en drie woorden zeiden, was op zichzelf genoeg. Ja, dus, want je voelt eigenlijk, wat u net ook zei, van met ons hebben ze verder niks. Nou, nee, maar dat is ook wel logisch. Dat is, mensen zitten toch, als je de spelers wil zien, dan zitten ze natuurlijk toch niet op een burgemeester te wachten. De burgemeester, ik heb ook nog een vraag, een bijzondere vraag. Ja, je hebt allemaal vragen. Ja, nee, maar dan moet u eerlijk aan doorgeven. Ruud Vreemaal? Ik heb hem in het jaar goed leren kennen. Ruud Vreeman moet Peter Reewinkel opvolgen. Doet hij geweldig dat jaar, weet je wel. En u moet dan weer Ruud Vreeman opvolgen. Vreeman was een interim. Dat is toch een duidelijk verschil, denk ik. U moet een burgemeester opvolgen die toch een jaar lang succesvol is geweest in de Big City. En Vreeman komt voor Reewinkel, waar de meeste stadjes het wel van hadden gezien. Dus dat moet toch ook weer een moeilijke kwestie zijn. Nou, volgens mij is het makkelijker om iemand op te volgen die het goed heeft gedaan. Is dat zo? Die het niet heel goed heeft gedaan. Is dat zo? Voetbaltrainers zeggen juist altijd andersom. Ja, weet je, dan heb je misschien wat sneller succes. Maar, kijk, Ruud Vreeman, die ken ik natuurlijk al jaren. Die heeft hier prima gefunctioneerd. Ja. Die heeft rust gebracht en, en ontspanning. En daardoor heeft hij ook wat dingen kunnen doen. Het hele verhaal van die eerste aardgasbeving kwam natuurlijk in zijn periode. En ik ben gewoon op mijn eigen manier doorgegaan. En ook wat versnelling in gebracht natuurlijk. Hè. Kijk, ik zit voor een aantal jaren. Hè. Ja. Dus er moet wel wat gebeuren. Minimaal toch 6 jaar, dat belooft u bij deze. Hè? Ja, als u er niet uitgeschopt wordt. Ja, ik kan er ook uitgeschopt worden. Dat kan altijd. Dat is waar. Ja, dat kan altijd. Maar Vreeman had ook daadkracht. Hè. Ik weet eigenlijk wel zeker dat ook voor Peter den Uylsen geldt, voor u geldt. Maar ook het moment dat u niet eens zo lang, u was niet eens zo lang in functie. Het geval van het A-kwartier is een voorbeeld natuurlijk. Hè. Ja. Daar ben u gelijk met de volle voet ingegaan. Ja, maar dat was ook helemaal niet zo ingewikkeld, vond ik hoor. Nee? Nee, natuurlijk niet. Maar was dat niet zoiets van, hier moet ik direct laten zien wat voor soort burgemeester ik ben? Nee, eerlijk zijn. Ja, ik ben eerlijk, dat heb ik niet zo. Ik vind alleen van, als zo'n probleem zich voordoet en het is niet een ingewikkeld probleem, dan probeer je het gelijk op te lossen. Ja. En dan heeft het ook geen zin om daar maanden over te doen.
En soms dan wordt het ingewikkeld gemaakt omdat er politieke discussie onder ligt, omdat mensen verschillende ideeën hebben. En in dit geval hebben we het zo gedaan dat iedereen het daarmee eens was. Ja, mooi zo. Nou, en dat loopt ook op het ogenblik. Gaat goed, hè? Ja, we krijgen het probleem natuurlijk wel weer een keer terug. Maar voorlopig gaat het goed. Voorlopig gaat het goed. Dus het is niet voor niks geweest. U hebt net al heel kort in aangestipt dat aardgasprobleem, hè? Die gaswinning en zo. Ja, dat is natuurlijk wel een probleem wat eigenlijk nu al als een rode draad door de burgemeesterschap gaat. Maar daar zijn we natuurlijk nog lang niet klaar mee. Nee, dat is ook zo. Maar het is tegelijkertijd ook zo dat er in dat afgelopen half jaar op dat terrein meer is gebeurd dan in de jaren daarvoor. Ja. Er is toch veel meer landelijke erkenning gekomen. Geld is niet het grootste probleem. Er is ook meer ruimte, denk ik, in de hoofden van veel mensen om aan de toekomst te denken. Maar er moet nog zoveel gebeuren om dat vertrouwen terug te krijgen. Ja. Want het is toch, dat zie je bij ons natuurlijk in de... In Groningen zelf, mensen die schade hebben, die dat nog niet vergoed krijgen. Of niet dezelfde regeling krijgen als ergens anders in de provincie. Dat blijft een pijnpunt. Wat dat betreft is het nog genoeg te doen, hè, voor de burgemeester van deze stad. Ja, de economie van deze stad die mag niet onder die aardbevingen lijden. Nee? Dat is echt wat ik... Dat zou ik verschrikkelijk vinden. Ja. En daar is ook alles onze aandacht op gericht. Dus de economie, u zegt het, de economie is natuurlijk van excellent belang. Maar ook, en ik heb het net al gezegd, de veiligheid. Ja, maar daar is de burgemeester voor al voor. Ja, nee, maar zeker. Maar dat is ook zo. Maar ik ben er ook van overtuigd dat wij in de komende periode met elkaar zo met die aardbevingsproblematiek omgaan, dat we die mensen ook wel weer een veilige positie kunnen gunnen. Alleen, je weet nooit precies wanneer wat gebeurt. Hè? Dat zijn mooie woorden. Op deze maandagmiddag, we nemen het maandagmiddag op en de agenda's van burgemeesters zijn overvol. Als je daar ook naartoe kijkt, dan denk je bij jezelf, jongen, wat heb ik toch eigenlijk ook een koninklijke functie. En straks als alles klaar is, ben u er dan nog in 2017, 2018? Dat mag ik wel aannemen, dan is er wel iets misgegaan dat ik er niet meer ben. U bent er zeker nog dan. U kiest uit twee PvdA, Corriveen, heden ten dagen. U kiest uit Asscher of Samson. U moet kiezen, hè? U weet, dat hoort bij dit onderwerp. Iedereen kiest. Ja, maar ik sta boven de partijen. Ja, maar dat maakt niet uit, maar u kiest helemaal Diederik of Asscher. Nou ja. Nee, burgemeester. Maakt niet uit. Ja. Het is gewoon voor de lokale televisie. Maakt dat snap ik wel. Dus nog één keer weer, we gaan. Dat snap ik wel, maar dat gaat. Lodewijk Asscher of Diederik Samson. U kiest. Burgemeester, de oudste jongens. Altijd resoluut. Nou, ik zou bijna zeggen. Mening klaar. Ik kies Diederik Asscher. Nee, u kiest. Nou, ik vind voor nee, de... Nee, u kiest alleen. Nee, dat hoeft doe het niet te motiveren. Nou, dat doe ik niet. Burgemeester, u kiest. Dan gaan we niet weg. Ook al staan we hier nog tot u op een 2 uur in afspraak. Henk, hij moet kiezen, hè? Nou, zonder motiveren kies ik niet. Nee? Nee. Nou, één korte motivatie. We laten burgemeester, jongens. We geven hem ietsje de ruimte. Korte motivatie. Ik denk dat op dit moment... Asscher een hele belangrijke portefeuille heeft. Asscher, ja. Dus u kiest voor Lodewijk Asscher. U die kant op, burgemeester. Dank u wel. Peter de Oudste, jongens. Niet sentimenteel doen, maar we hopen dat hij nog lang burgemeester wordt. Blijft van deze schitterende stad.